Ja, we staan hier bij een gaswinningstation van Vermilion. Nou, deze zomer is er in de raad van meerdere gemeentes een verzoek ingediend of ze in principe akkoord gaan met het winnen van gas. Daar zijn ze eigenlijk allemaal tegen in de bres gesprongen. Dat is ook allemaal op schrift gezet. Hè. Er zijn mensen die hebben daar bezwaar tegen aangetekend. En er zijn mensen die hebben gezegd dat willen wij niet in de regio. En tot mijn grote verbazing opende ik donderdag de krant en zag ik dat er een rijksbesluit lag waarbij het goedgekeurd wordt. En nou, dat is eigenlijk de reden dat ik in de bres gesprongen ben voor de mensen die hier wonen. Ik wil niet dat 55.000 mensen hier last van gaan krijgen. Verhaal Groningen kennen we allemaal. Waarom zouden we daar hier in Altena ook last van krijgen? Het gaat kleinschalig gebeuren, leest het persbericht. Ja, dat kleinschalig is maar beperkt. Ze hebben dat inderdaad in het persbericht gegooid op Waalwijk Noord. Terwijl wij niet Waalwijk Noord zijn. En het tweede wat ze niet zeggen is dat gebied strekt zich uit vanuit... Ja, eigenlijk dit pompstation tot onder de Drunense Duinen. Woordvoerder Hidde Baars van Vermilion, het bedrijf wat de gaswinning uitvoert, legt uit om welk gebied het gaat. Minister van Economische Zaken en Klimaat vorige week definitief heeft ingestemd met het winningsplan Waalwijk Noord. Dat is het plan op basis van waar wij gas mogen produceren. En een klein puntje van dit gasveld ligt in de gemeente Aalburg. En daar hebben we eigenlijk toestemming gekregen om wat langer gas te produceren. Een klein puntje van het gasveld Waalwijk Noord. Een klein puntje ervan, nog geen eens een kilometer, ligt in de gemeente Aalburg. Maar dat is het dus. Het gaat over geen andere gasputten of locaties in uw gemeente. Eigenlijk wil ik het landelijk breed gaan trekken. Ze moeten dat gewoon niet doen in deze regio. De manier waarop het gebeurt is bijna kwalijker als het gasboren wat ze in Groningen doen. Hè. Er gaan chemicaliën de grond in en dat wordt chemisch verbonden met het het gas wat onder de grond zit. En daardoor krijgen ze kleine scheurtjes in de grond waarbij ze wel bij het beoogde doel kunnen komen. We willen geen bodemdaling hier. We willen niet scheuren in huizen. We willen niet dat onze waterhuishouding in de problematiek komt. Want daar krijg je dus ook mee. Het grondwaterpeil zal mee gaan zakken. Er zullen ook andere problemen van zijn. Eigenlijk wil ik het gewoon helemaal niet hebben hier. Maar Vermilion heeft hele andere plannen. Die willen hier groots in gaan zetten. En die vragen hun investeerders ook om te kijken van wij hebben dit tot nog toe voor elkaar gekregen. En de overheid werkt mee. En ze zeggen de overheid prefereert kleinschalige gaswinning boven de grote gasbel in Groningen. Ze willen het daar een klein beetje temperen en hier helemaal uit gaan rollen. Met alle gevolgen van dien. Mijn doel is dat het niet doorgaat. Dus dat hier een slot op komt omdat deze plant nooit in gebruik komt. En de manier waarop ik dat wil halen is dat ik heb de mensen uit Groningen ook benaderd en de landelijke pers. En ik wil ervoor zorgen dat heel Nederland zich bewust is wat het beleid is van meneer Wiebes. Want deze minister die heeft dus de problematiek in Groningen een beetje aan de kant geschoven. En daarbij is eigenlijk vrij baan gekomen om de rest van Nederland in de problemen te zetten. En uiteindelijk als je alles optelt is het gewoon geldelijk gewin. Dat wil zeggen dat alle waardes die wij hier stellen voor een veilige samenleving aan de kant geschoven worden om de schatkist te vullen. Nou, ik heb van Philip de Haan hulp gekregen om een petitie te starten. Dat is gelijk vanaf dag 1 goed gaan lopen. We hebben nu meer dan 500 handtekeningen. De doelstelling is om eind van deze week, dus hebben we nog een dikke 100 uur, rond de 30.000 handtekeningen te krijgen. De afgelopen 24 uur zijn er wat persberichten verschenen van andere politieke partijen. Het is zeker geen politiek doel op zich. Wat verwacht jij dan nog van de lokale politiek in deze verkiezingstijd? Nou, ik wil daar geen verwachting over uitspreken eigenlijk. Dus ik verwacht meer van de mensen die hier in de streek wonen. Mensen uit Veenwijk en Aalburg. Die zijn als het erop aankomt wat doortastender als de lokale politici vaak. En waar kunnen de mensen de petitie tekenen? De petitie staat op petities.nl. En je kunt het heel makkelijk volgen op Facebook. Want er is dus een hashtag Altena beweegt. Als je dat intikt, dan kom je ook bij de petitie. Ja, nou, als je wil dat je hier veilig wil blijven wonen en je wil niet dat je in de problematiek komt die in Groningen is, dan moet je die petitie gewoon tekenen.